Wij denken zelf dat de kwaliteit van het uh, Nederlandse recreatiewereld een stukje hoger ligt dan in Duitsland. Een record aantal Duitsers komt dit jaar vakantie vieren in ons land. Dat zegt brancheorganisatie Hiswa Recron namens de campings, bungalowparken en jachthavens en toerismeorganisatie NBTC. Liefst 6,4 miljoen Duitsers gaan de Nederlandse grens over. Het hoogste aantal ooit. En de stroom Oosterburen is nu al flink op gang gekomen. Zo merken ze in Duisburg op de camping. De Duitsers hebben de komende paasdagen eerder vrij dan wij. Dus ze arriveren nu al op deze camping. Maar waarom komen de Oosterburen zo graag naar ons? Het weer is toll. Dat was in Duitsland niet zo. Ja, de fietspaden zijn super. Hier is alles schön plat. Ne? Holland hat ja keine Berge. Und die maximumsnelheit von 100 km spielt auch mit. In Holland ist man irgendwie entspannter. Und man kommt ganz entspannt an sein Ziel. In Deutschland versucht man immer schnellstmöglich zu fahren. Und für vakantiepret hoeven viele Duitsers hier minder ver te reisen dan in hun eigen Land. Das ist von uns aus in Deutschland viel weiter als hier in Holland. Rijdt Auto auf Gas, dann ist es voordelig tanken in ons Land. Wir haben autogas im Auto und das ist nur halb so teuer. Maar vooral onze campings zijn aantrekkelijk zeggen de Duitsers. Ja, die hebben zeer schöne campingplaatsen hier, also alles super. Maar die gastvrijdigkeit, die mogelijkheden voor de kinderen op een campingplaats. zwemmen, daar was ik al drin, also Dat maakt ook mega spaß. Den Indoor und die schöne Aussicht. Wij denken zelf dat de kwaliteit van het Nederlandse recreatiewereld een stukje hoger ligt dan in Duitsland, omdat ze die kwaliteit in Duitsland niet krijgen. En oh, die Pommes schmecken hier lekker.